Okay, vor deze liedje begeven is de met deze hand heel veel geoefend, toch? We hebben geoefend de tokkelen om op deze manier te spelen. Nu we gaan weten hoe de melodie werkt, welke noten we gaan gebruiken. We gaan werken op de snaar 5 en 4, hier met deze hand, op de fret nummer 7, 9 en 10. Alleen 7, 9 en 10. Met de down. En beneden altijd. Op de snaar 2. Eerst we gaan drie keer op dezelfde manier spelen. We gaan spelen op de snaar 5, fret nummer 7. Daarna ringfinger, snaar 4, fret nummer 9. Daarna pink, snaar 4, fret nummer 10. Daarna we gaan met de wijsvinger een keertje naar beneden, we los de andere vinger. En we spelen fret nummer 7 op de snaar 4. 9 met de ringfinger op de snaar 4 en 10 op de snaar 5 met de pink. Dat is het eerste stukje, dat klinkt op deze manier. En we gaan spelen om en om, een keertje boven en een keertje beneden op deze manier. Oké, drie keer. En daarna komt de laatste stukje. En in de vierde stukje, we spelen 7 op de snaar 4. Met de wijsvinger. 9 op de snaar 5. Ringfinger. 10 op de snaar 5. Pink. En daarna nog een keer. 7 wijsvinger snaar 4. 9 snaar 5. Ringfinger. En 10. Met de pink op de snaar 5. Dus dit gaat op deze manier worden. Oké. We gaan drie keer alles spelen. Eerst in een metronoom van 50, daarna in een metronoom van 70 en daarna in een metronoom van 90. Alles is twee rondjes aan elkaar. Hè? Dus dat komt. 1, 2, 3.